In ons boek worden duizenden jaren geschiedenis beschreven. En de vraag is, ja, hoe weten we dat eigenlijk allemaal wat er nou allemaal gebeurd is? Het antwoord daarop is eigenlijk in één woord samen te vatten, namelijk bronnen. Bronnen zijn de basis voor iedereen die het verleden gaat bestuderen. En daarom gaan we in dit filmpje eens even kort in op wat bronnen precies zijn en wat voor soorten bronnen er zijn. Oftewel, we gaan bronnen indelen. Voordat we dat gaan doen, zullen we eerst eens even kijken wat bronnen eigenlijk precies zijn. Nou, bronnen, dat zijn heel simpel gezegd zaken die informatie geven over het verleden. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen plaatsen zijn, zoals die ruïne die we hier zien. Dat kunnen geschriften zijn, oude boeken, oude brieven, noem het allemaal maar op. Dat kunnen personen zijn die bepaalde gebeurtenissen hebben meegemaakt en daarover hebben verteld. Of misschien hebben geschreven. En dan zit je dus ook weer meteen bij de geschriften. Dat kunnen foto's zijn, maar natuurlijk net zo goed tekeningen. Dat kunnen voorwerpen zijn die ze bewaard zijn gebleven, die door archeologen of door historici zijn gevonden. Enzovoort, enzovoort. Allemaal zaken die informatie geven over het verleden. Allemaal bronnen dus. En je ziet dus dat er heel veel verschillende soorten bronnen zijn. En die bronnen die kunnen we ook weer gaan onderverdelen in bepaalde groepen. Dat gaan we nu doen. Heel simpel gezegd komt erop neer dat je bronnen in twee groepen in kunt delen, of op twee verschillende manieren in kunt delen. Je kunt kijken naar de vorm van de bron en je kunt kijken naar waar de informatie uit de bron vandaan komt. Eerst even naar de vorm. Bij de bestudering van de geschiedenis gaan we eigenlijk heel simpel uit van een tweedeling in de vorm. We hebben te maken met geschreven of ongeschreven bronnen. En bij geschreven bronnen, nou moet je dus heel simpel denken aan bronnen waar tekst in voorkomt. Die is neergeschreven of neergetypt door mensen. En dat is waar wij als historici voornamelijk onze informatie vandaan halen. Pas op het moment dat mensen hun gedachten en hun leven en alles wat ze mee hebben gemaakt zijn gaan opschrijven, toen konden wij natuurlijk pas echt de geschiedenis gaan bestuderen. Toen wisten we pas waar mensen mee bezig waren. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook ontelbare ongeschreven bronnen. Zoals bijvoorbeeld deze ruïne die we hier zien. Maar dat kan dus ook weer een voorwerp zijn, dat kan dus ook weer een schilderij zijn. Noem het allemaal maar op. En daardoor is het lastiger om er direct informatie uit te halen, omdat de bedoeling natuurlijk niet altijd op is geschreven. Maar ze zijn zeker niet minder belangrijk. Oké, dus voor de vorm geldt, is de bron geschreven of is de bron ongeschreven? Daarnaast staat dus de vraag centraal waar de informatie vandaan komt uit de bron. Is die informatie primair of secundair? Primaire bronnen zijn bronnen uit de tijd zelf, die gemaakt zijn door ooggetuigen. Mensen die erbij zijn geweest, die de zaken bewust hebben meegemaakt. En secundaire bronnen zijn bronnen uit latere tijden, bronnen eigenlijk waarvan de maker zich gebaseerd heeft op andere bronnen, op andere mensen, op andere boeken. En je zou dus kunnen zeggen, dat zijn dus bronnen waarvan de maker de informatie van horen zeggen heeft. Heel simpel om daar nog een voorbeeldje bij te geven. Het dagboek van Anne Frank is bijvoorbeeld een primaire bron. Dat heeft zij zelf opgeschreven. Daarin vind je dus allerlei informatie over haar leven en die komt direct van haar. Zij heeft dat meegemaakt, zij heeft dit opgeschreven. Primair dus. Aan de andere kant, het boek wat we net al eerder zagen, ons eigen geschiedenisboek, dat is dus een secundaire bron. De schrijvers van het boek, die hebben echt niet alles meegemaakt. Die hebben juist allerlei andere bronnen gepakt om daar één nieuw geschiedenisboek van te maken. Zo krijg je hopelijk een beetje het idee van het onderscheid tussen een primaire en een secundaire bron. In de lessen zullen we hier nog vaak genoeg mee gaan oefenen.